Een aantal scholen in de gemeente Bergendal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Wijchen gaat de komende maand de strijd met elkaar aan. Vanuit afvalverwerker DAR wordt namelijk een zogenaamde textielrace georganiseerd. Leerlingen zamelen zoveel mogelijk textiel in voor hergebruik en leren hierbij alles over repareren en recyclen. Dat je het niet moet weggooien, maar je kunt het altijd aan iemand anders geven of ergens naartoe brengen waar ze het recyclen. Want wat valt er allemaal onder textiel, weet je dat? Sokken, kleren, knuffels, schoenen, gordijnen. Dus ze kunnen kleding inzamelen, repareren. We adviseren kinderen om gratis weg te geven. En uiteindelijk hopen we dat we met elkaar minder kleding gaan kopen. Want dat is tenslotte het beste voor de wereld. Het begint ermee met bewustwording. Echt uitleg krijgen van waar zit het probleem? Wat doen ze zelf met kleding die ze niet meer nodig hebben? Juist kinderen die groeien uit de kleding. Wat doe je dan daarmee? En het is echt gewoon zelf die bewustwording krijgen en leren van je kunt ook gewoon naar een recyclecontainer gaan. Of je kleinere zusje of broertje pakt die kleding over. Nou, ik ben wel de jongste in de familie, dus ik krijg vaak kleding van mijn zus. En ik heb wel mijn oude oppas, die heeft nu een kind. En zij, dat kind krijgt nu ook mijn oude kleding. Om te winnen van andere scholen moeten de leerlingen zoveel mogelijk punten scoren. En dat doen ze door kleding te repareren en te recyclen. Door allemaal langs de deuren of zelf allemaal kleding in te zamelen en dan in een grote bak. En dan per kilo krijg je dan punten. En wie de meeste punten heeft van 9 basisscholen, die krijgt dan een schoolreisje. En tijdens de textielrace willen kinderen graag aan de ene kant iets educatiefs bijleren. Dus wat gebeurt er nou met onze kledingindustrie en waarom is deze zo vervuilend? En aan de andere kant hebben ze een actieperiode of een campagneperiode waarin ze zelf actie gaan ondernemen. En zo duurzaam mogelijk proberen om te gaan met ons textiel. De leerlingen leren dat textiel recyclen goed is voor mens en natuur. Als je iets niet recycelt, dan gooi je het gewoon in de prullenbak en dan is het weg. Maar als je het aan iemand brengt die het dan gewoon recycelt, dan heeft iemand anders er plezier van. Nou, we zien eigenlijk dat er veel te veel nieuw textiel nodig is. En terwijl we heel veel textiel ook weggooien. Voor een spijkerbroek heb je 8000 liter water voor de productie nodig. En als we echt iets duurzamer willen leven met z'n allen, dan zullen we toch veel meer naar recyclede textiele kleding moeten gaan. Dat we eigenlijk moeten leren om het textiel bij de juiste plek in te leveren. Dan wordt het of weggegeven, dus herbruikt, of het wordt gerecycled.